Mensen, dit is Super Frog. We gaan level 3 spelen omdat ik nooit verder ben gekomen in dit spel. Want het is een heel leuk spel. Magic Woods, de magische wouden. En dit is level 3. Oh, kijk hoe snel ik loop. Bijen moet op bijen springen. Oké, dat gaan we onthouden. En die boom die lacht. Veel te vrolijk. Hoe kom je daarbij? Nou, via die bij. En zo klim je dus omhoog. En dan verzamel je kersen. En zo. En hoe kom ik daarboven? Oh zo. Je kan dus heel hoog springen blijkbaar. Met de spatiebalk. En nu mogen we niet gaan vallen, want dan zijn we gewoon de lul. Oh, nee! Ik moest schijten, zie je dat? Oh, oké. Ik kom hoger. En ik... Oké, die vogel doodt me. Waarom doet hij dat? Ik kan helemaal niks met linkercontrol. Ik doe de linkercontrol, maar hij doet niks. Oké, ik heb dus geen aanval. Dat staat heel duidelijk uitge... Oh jee, wat is dit? Oké, dit zijn mannetjes. En die zijn duivels. En hoe komen we hier boven? Hier kunnen we niet eens op. Hoe kom ik daar boven? Oh! Awesome! Dit is cool. Nee! Shit. Ik loop gewoon dood hier. Waarom loopt het dood hier? Oh, ik kan daar. Dit is echt fantastisch. Duke Nukem. Duke Nukem 2. Oh! Holy crap! Het ziet er ook heel raar uit. Alles ontploft. Oh, dat ding zit op me. You need a key to open. Oh, ik heb een sleutel nodig. Oké. Waarom zie ik die sigaar niet in die mond zitten en wel in het plaatje links? Sleutel. Oh! Ik denk dat dit beter is. Commander Keen. Oldschool Commander Keen. Oh, die muziek is vreselijk. Oké, ik moet springen. En we gaan tranen oppakken. Tranen van vreugde. En we hebben een pogo stick. Mensen, dit kennen jullie wel. Als jullie dit niet kennen, dan mogen jullie gewoon niet gamen, zeg maar. Wow, de blauwe bal. En die spuiten we met groen-blauw spul. Ja, ik weet niet wat het is. Het is een soort van... Ik weet niet wat het is. Want het is bijna net zo groen als dat poep wat die slakken poepen. Kan ik op die groene bal? Daar kan ik niks mee doen. Oh ja, één hit. Ben gelijk dood. En dit is dus Commander Keen. Deel 4. Oh, nee. Oh, dat blauwe ding mag gewoon aanraken. Zie je? Oh! Slakje. Nee! En misschien leuk om te weten dat er ook gewoon heel veel troepspelletjes bestaan. Spelletjes waar je eigenlijk wel geduld voor moet hebben. Of waar je misschien wel goed in moet zijn. Of die je gewoon doet voor de verveling. En dat het ook gewoon helemaal niks helpt. Bedankt voor het kijken naar deze misschien wel saaie video. Tot de volgende keer.